Mordi, in de zomer nog getwijfeld of je bij zou tekenen. We zijn wel blij dat je toch weer bij Geleen bent komen spelen. Hoe gebruik jij jouw ervaring komende weekend in de halve finale? Ja, ik hoop zo goed mogelijk. Ik hoop dat wij gewoon als jongens, gewoon dat we allemaal, ook iedereen met iedereen wat ervaring heeft, gewoon goed zijn best gaan doen. Dan moeten we goed voor de dag komen. Gisteren een weekend die wat slordig begon, maar eindigde in sterk en snel ijshockey. Mm-hmm. Vandaag een sterke wedstrijd. Hoe kijk je terug naar dit weekend en je eigen performance? Nou, ik denk een sterk weekend. We hebben natuurlijk twee teams tegen gehad. Kijk, Leuven, dat is altijd moeilijk. Maar dat ben je niet makkelijk. En het is, ik denk dat we gewoon bij beide wedstrijden hadden we wel een tandje sterker mogen zijn. Vandaag ook. Ik denk dat we voor de rest gewoon eigenlijk goed gespeeld hebben. Maar dat we gewoon scorend in de eerste twee periodes, vooral gisteren en vandaag, dat wat soepeler mag gebeuren. Zeg maar. Dat we sneller in de momentum komen. Vandaag in de wedstrijd op een gegeven moment blijven spelers van Herentals liggen. In het publiek wordt het dan gedeeltelijk onrustig. Hoe is de sfeer op het ijs en hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat is altijd niet prettig, hè? Als iemand geblesseerd raakt. Helemaal niet zoals dit. Ik heb gehoord dat hij heeft zijn bovenbeen gebroken. Dus dat is wel altijd heftig. In het begin, je weet niet wat aan de hand is, snap je? Je wil gewoon doorspelen, hè, in principe. Maar dan hoor je dat zo iemand de ambulance moet komen. Dan ben je toch een beetje, hun kregen net die penalty. Ben je toch een beetje je momentum kwijt. En dat is, dan zit je best lang stil in de kleedkamer. De jongens zijn weer koud. Hun kregen eigenlijk een voorsprong op dat gebied, zeg maar. Omdat hun natuurlijk powerplay hebben. Nog aankomende 4,5 minuut was het volgens mij. Dus dat is natuurlijk nooit fijn. Maar dat is, we hebben ons goed er doorheen gepakt en we hebben gewonnen. Dien Versteeg, komen uit een ijshockeyfamilie. Wat heeft jou laten beslissen om toch naar Geleen te komen? En hoe bevalt het hier? Een grote beslissing was dat mijn vader ook al heel lang heeft gespeeld natuurlijk. En daar heb ik alleen maar goede woorden van gehad. En ja, het is sowieso een nieuwe uitdaging naar Geleen. En Mike ging er ook heen, dat is ook een goede vriend van me. Dus toen dacht ik van ja, het was wel leuk samen met hem wonen, hier spelen. Sowieso altijd een goede ijshockeyclub geweest. En het bevalt me hier tot nu toe eigenlijk wel, ja. Het wonen en het ijshockey, allebei eigenlijk. Over wonen gesproken, daar komt ook weer de carnaval aan. Ja. Ga je dat ook dit keer vieren in het Limburgs? Ja, we willen allemaal carnaval gaan vieren, maar volgens mij hebben we dan ijshockey. Dus dat wordt een beetje, ik denk niet dat dat mag van de coach. Ik denk volgens mij is het rond playoffs, dat dacht ik. Dus, ja, het is even afkijken. Dat is goed, dan staan we in de finale, dus ik denk niet dat het gaat lukken. Vandaag in de wedstrijd probeerde Herentals jullie toch wel even uit te lokken. Dat is niet echt gelukt. Hoe gaan jullie ermee om als jullie merken dat een team op die manier speelt? Ja, dat is soms wel lastig. Het blijft natuurlijk een harde sport. En daar kan je soms op anticiperen. Maar in principe, we hebben volgende week finale, dus dan moet je daar helemaal niet op ingaan. Iedereen wil gewoon spelen. Misschien heb jij nu ook een schorsing gekregen, wat nu minder is natuurlijk. Maar het liefst willen we gewoon dat iedereen erbij is. Dus dan moet je gewoon rustig houden. Dat hoort er natuurlijk bij. Komend weekend play-offs voor de CHL Cup tegen Dietz Rockets. Dezelfde tegenstander als vorig jaar. Ja. Hoe gaan jullie de play-offs in? Ja, best wel prima. Ik denk dat we dit weekend ook wel goed hebben gespeeld. We stonden nu dik voor en alsnog hadden we wel aandachtspunten, zeker. En dat laat ook wel zien wat we van onszelf verwachten, zeg maar. Ik denk wel dat we er goed in staan. Iedereen is fit. We moeten gewoon gaan knallen. En we gaan het gewoon naar de finale halen, denk ik. Players op de helft van het seizoen, brengt het niet sommige obstakels mee? Het is soms wel een beetje raar. Je ziet hoeveel prijzen er zijn en hoeveel verschillende competities. Dus dat is soms wel even switchen. Dan soms speel je een normale wedstrijd en de andere week speel je ineens een halve finale of finale. Maar daar moet je gewoon mee dealen en op voorbereiden. En daar helpt de coach ook eens mee. Dus dat komt wel goed.